weten het nog niet, hè? Nee. Maar het gaat gebeuren. Vandaag. Kijk. Ja? Eerste paasdag 2017 is de dag dat de kindjes naar huis mogen. Bam! We zijn dus druk bezig met de wagen in elkaar zetten. Want 3 maxico's tillen kan natuurlijk niet. Dus. Zo ziet het eruit in een auto. Wat een drukke boel. Oh, dit was nog even een dingetje hoor. Staat de airbag wel uit? Ja, de airbag staat uit. Wat gaan we die doen? Naar ons toe toch, of niet? Dat is toch leuker? We moeten elkaar zien. Toch? Oké. Okay. Niet dan. Nee, die dingetjes die zijn niet mee. Welke dingetjes? Hier hoort iets op te zitten dat je het erin kan klikken. Oh ja. Wat ben je dan? Een beetje dommie, hè? Moet ik Roos even bellen? Ja. We zijn iets vergeten, man, voor die kinderen. Voor die kinderwagen. Door een soort van clipjes bij te zitten, bij die maxicosies, die we op de maxicosies zetten, zodat die in de kinderwagen geklikt kan worden. Ja, ja, 6 moet je er hebben. Weet jij toevallig welke ik bedoel? Anders rijden we nog. Ah, daar gaan we dan. Wat zullen we in de lift zo meteen? De kinderwagen. Er past ook een ziekenhuisbed. Nou, dit is bijna even lang als een ziekenhuisbed. Straks liggen er 3 babytjes in. Ja. Misschien maar dat ik terug naar hier te vloggen. Ja. Ga ik de auto aan. Nou, de kindjes zijn uit het ziekenhuis. Ja. En het hagelt gewoon keihard. Dus papa gaat even de auto halen, hè. Laten jullie maar lekker liggen. Nou, gelukkig slapen ze door. De eerste keer buiten en dan in de hagelbui. Nou, zeker jammer. Maar ze blijven lekker slapen. 27 maart. Wist je dat je een briefje kreeg? Gelukkig wel. Ja, maar niet van tevoren hoor. Zijn ze spontaan... Zijn ze gekomen. Alleen we wisten het wel gelukkig al vroeg. Ja. Zo, ik zit in de auto samen met papa. En de kindjes die zijn mee naar huis. Hey. Ik moest midden zitten achterin, in het midden. Want anders past het niet. Weet je nog wie is, baby? Nee. Ik kan het nu niet zien. Nou, ik kan het ook heel moeilijk zien. Ik weet alleen dat jij Jay daar zit. Ja, die is niet te missen. Nou, beetje moeilijk te zien, hè? Jullie zijn zo goed ingepakt. We gaan ze naar het huis. We zijn bijna thuis al. Ja. Auto vol meteen. Ja, er past gewoon niks meer bij. Oh, ik moet ook een beetje goochelen met de camera hoor. Ha. Maar wel super fijn dat ze thuis komen, echt. We hoeven niet meer naar het ziekenhuis te heen en weer. Dan moeten we echt alles alleen doen. Geen verpleegkundige die je even kan vragen. Nou. Slapen ze? Ja, slapen alle 3. Nou. Jee, we zijn thuis aangekomen. Nu snel. De baby's mee naar huis. Ja. Jullie nieuwe huisje voor de komende 30 jaar. Kom. Ja, ik kan er nu ook uit, want ik zat in het midden dus. Oh. Oh. Nee. Superleuk. Ik sta gewoon weer te huilen. Oh. Welkom thuis, Jessie, Jay en Laila. Nou, vet leuk. Een opgeruimd huis. Dankzij onze lieve vrienden Lisanne en Roos. Zet je even neer, man. Oh. De volgende. Ja. Zo. Tegenover de spiegel. Zo. Snel naar binnen voor de regen. Ja, maakt niet uit. We hebben gewoon een opgeruimd huis, baby. En hoe? Vet leuk. Echt heel leuk versierd ook. Heb je dat gefilmd? Ja, echt heel leuk. Oh, die hebben ze ook opgehangen. Ja, echt super. Dat hebben wij toch ook fucking goede vrienden. Echt wel. Ik moest weer huilen toen ik binnenkwam. Echt waar? Nou, ik haal niet zo snel, maar ik ben hier wel stil van. Kijk wel leuk. Oké, schat, probeer het nu zo te houden, ja? Ja. Oh, kijk daar ook. Ja. Echt super. We laten de vlaggen gewoon voor altijd hangen en alles. Ja, dan wel gek jij dan. Ja, kijk nou hoe leuk. Gewoon een opgeruimd huis, hoe goed. Ja, nu moeten we zelf heel goed kijken. Wie is wie? Wie is wie? Ik denk. Nou, Jay weten we. Dit is Jessie. Even kijken. Dit is Jessie. Ik herken Jessie meteen hoe ze kijkt, man. Met spreekogen. Oh. Ja, dit is Jessie. Ja. Oké, babe. Oh. Jee, ik ben gelukkig. We zijn met z'n vijven. Ja. Kruidenbal geluk. Huilenbalk? Ja. Wij gaan lekker genieten even. We gaan ze eventjes neerleggen. Even uit hun apenpakjes, apenmandjes halen. En dan ja, zijn goed gaan wij heel eventjes genieten van dit moment dat ze eindelijk thuis zijn. Wat veel sneller is gebeurd dan we verwacht hadden. Ze zijn alle drie gezond. Tot nu toe. Ja. Ze doen het super goed. Ze zijn thuis. En hoe laat is het? Want volgens mij is de eerste volgende voeding ook alweer... Oké, chop chop. Leg ik aan de winkel.